Het is een erezaak, vind ik, om te zorgen dat echt iedereen kan meedoen. En ook om mensen die wat meer kwetsbaar zijn, om die te dienen. En dat kan ik hopelijk ook met deze portefeuille. Je moet nadenken, waar kan ik echt mijn hart voor inzetten? Waar kan ik gewoon proberen ook het verschil te maken? Ook als Kamerlid heb ik al heel veel jaren een terrein van sociale zaken gedaan, waarin ik ook echt specifiek voor armoede, schulden, het laten meedoen van mensen in de samenleving. Ik heb me altijd heel hard voor ingezet, ook als Kamerlid. En nu mag ik dat dan ook als minister gaan doen. Maar we weten dat er gewoon veel grote uitdagingen liggen, dat er ook nog wel vragen zijn. En in het coalitieakkoord is daar natuurlijk ook al het een en ander over opgenomen. Hoe ga je om met ook hardheden die in de wet zitten en dergelijke. Nou, dat is een van de vraagstukken die gelijk op mijn bord zullen belanden. En daar ga ik hopelijk ook gelijk kan ik daarmee aan de slag.